slotpeiling van jou, Maurice de Hond, daarin had jij gesteld dat PVV de grootste zou worden. Nou, de media had dat niet meteen op die manier meegenomen. Dus de exit poll van woensdag om 9 uur leidde tot best wel spontane reacties bij de grootste 4 partijen. Van 17 naar 35 zetels voor de PVV, een verdubbeling dus. Ja, echt verschillende reacties zien we hier. Wat was jouw reactie na het zien van... Nou ja, het leuke daarvan is eigenlijk... het is een illustratie van de uitdrukking... they never knew what hit them. Want als ze gewoon goed de dingen hadden gevolgd in de samenleving... en ook de analyses als hier of achter de desk en bij de Nieuwe Wereld... dan hadden ze dit kunnen zien aankomen. Maar in hun eigen bubbel... hebben ze dit niet zien aankomen en hebben ze ook niet onderkend wat er gebeurde. En dus ook een compleet verkeerde campagne gevoerd. Want een van de dingen die eigenlijk bijvoorbeeld de VVD en NSC hebben gedaan... die hebben voortdurend gezegd, terwijl hun eigen aanhang zei... wij prefereren een regering met PVV en eigenlijk niet met GroenLinks Partij van de Arbeid... zijn zij gaan zeggen, ze hebben zich niet heel hard uitgesproken voor een van de twee... maar wel heel duidelijk laten merken dat ze eigenlijk niet met de PVV wilden. En wat dus eigenlijk de boodschap was... en zeker in die laatste week toen die gamechanger van dat debat van SBS was geweest... hebben ze gewoon expliciet gezegd, alleen ze begrepen niet dat ze dat zeiden. Moet je horen, met ons komt de PVV niet in de regering... dus wil je de PVV in de regering, dan moet je PVV stemmen. En wie het... het beste campagne gevoerd heeft voor de PVV... was Frans Timmermans. Want die riep... we moeten nu zorgen dat Wilders niet de grootste wordt, dus stem op mij. Wat hij blijkbaar niet onderkende was... dat het aantal linkse kiezers wat hij nog achter zich kon krijgen... veel minder was dan de rechtse kiezers die dachten toen ze hem zagen... dachten, oh, vind jij het erg dat Wilders de grootste wordt? Dan ga ik het doen. Ik denk, nou, uiteindelijk bijna 2,5 miljoen mensen hebben PVV gestemd. Ik ga het binnenkort onderzoeken. Ik denk dat er minstens 600.000-700.000 mensen zijn... die als je een maand geleden tegen ze zou gezegd hebben... jullie gaan op de verkiezingsdag PVV stemmen... Nou, dan zeg je, ben gek. Ja. En toch hebben ze het gedaan. Ja. En dat betekent dus het zag je ook in, laat ik zeggen, bij de publieke omroep... waar je dat proces amper zag. Waar je in de meeste kranten was gewoon... ja, de PVV was een soort de dode hoek of blinde hoek... waar ze gewoon niet zagen. Mm-hmm. En het interessante is, toen in 2002 met Fortuyn... toen riepen ze ook allemaal bij de Volkskrant bijvoorbeeld... ja, dat mag ons niet meer gebeuren dat we die gang... Wat er gebeurt in de bevolking niet zien... Nou, dit is eigenlijk nog erger. Want je had het gewoon kunnen zien aankomen. En ja, en dan hebben we al op die avond zelf dan allemaal verklaringen enzovoort. En bijna niemand gaat bij zichzelf te raden... wat is mijn rol eigenlijk geweest hierbij? Dus ga meteen in een soort aanval of wat dan ook. Terwijl... Jugus heeft wel gezegd, we moeten beter naar de mensen gaan luisteren. En vervolgens... heeft het grootste gedeelte van haar kiezers wel dat ze met de PVV regeert. En dat gaat ze niet doen. Dus wat is nou naar de mensen luisteren? Ja, het zijn gewoon... woorden, het zijn holle... Ja, holle kreten. Holle kreten. En dat onderkennen de mensen steeds meer. En kijk, wat er eigenlijk gebeurd is, was... Het was ook grappig als je een beetje de campagne nog bekijkt. Het eerste debat was bij College Tour op 22 oktober... Maar daar was Wilders niet uitgenodigd. Maar wel Caroline van der Plas. En de argumentatie was, Wilders is nog nooit gast hier geweest. Nou, bedenk even, als toen Wilders erbij was geweest... was de clash met de VVD over migratie toen al ontstaan. En had de hele maand lang het over dat onderwerp gegaan. Dan had de VVD en het NSC een andere strategie kunnen bedenken.
was de media veel meer op Wilders gegaan en had hij ook een deel misschien van het momentum verloren, wat om zich nu verloren heeft. Ja. Maar omdat het eigenlijk pas gebeurd is donderdagavond, dus 8 dagen geleden, ja, ging je als een raket naar boven. Ja, want in de gemiddelde peilingen lagen al die partijen best wel dicht bij elkaar. Het is pas bij de slotpeiling waar het echt een groot verschil maakte. Het interessante was dat ze... Ik meldde dat zaterdagochtend als eerste. Ik zag in de week daarvoor NSC al dalen en PVV wat opkomen naar 21. En die ochtend na het debat, toen ik de peiling deed... en toen zag ik een verandering die ik eigenlijk tot nu toe nog maar 2-3 keer in de geschiedenis gezien heb in de laatste 20 jaar. Ook een keer met Wouter Bos, toen hij voor het eerst kwam. En ineens zag ik een 5-6 zetels bij de PVV erbij. Een 5-6 zetel bij de NSC eraf. Ja, we kunnen hem ook even in beeld brengen. Dan hebben we daar meteen een... Kijk, daar is hij. Nee, dit is mijn slotpeiling. Want dat was nog weer 3 dagen later. Maar zaterdag was eigenlijk de gamechanger. En dat was ook nog een leuk mediaverhaal bij... Want ik had met Hart van Nederland was de afspraak dat zij het mochten brengen. En ze brachten mijn peilingen altijd om 8 uur. En dan werd het ook door het ANP overgenomen. Maar ja, als er bijna niks verandert, dan is het ook niet zo interessant. Dan kan ik wel een leuke analyse maken, maar oké. Maar de verandering was zo groot dat afgesproken is... laat het om 4 uur naar buiten brengen. En ik breng het daarvoor onder embargo. Dus Wilders wist het ook al. En toen dacht ik, want de andere media negeerden voortdurend mijn peiling. Want ze riepen peilingwijzer en alleen WNL op zondag en Hart van Nederland bracht het. En ik was ontzettend benieuwd, wat gaan die andere media nu doen met iets wat een gamechanger is? En ANP nam het niet over, wat ze normaal wel deden om 4 uur. Dus ik dacht, wat gaat er gebeuren? Maar toen gebeurde het volgende. Wilders plaatste een grote tweet met de resultaten, waar hij zei gamechanger... En daarna reageerden Timmermans en Jette. Dus het journaal opende met die reacties en moest dus ook met de peiling openen. Ja. En toen bleef 2 dagen lang deze peiling de enige die verandering aangaf. En een historisch moment is ook het moment bij Khalid en Sophie op maandagavond. Want toen kwam INO met hun peiling. En daar zaten allemaal mensen die eigenlijk dachten of hoopten dat ik een beetje gek geworden was... En toen kwam hij bevestigen, die grote sprong van de PVV. Nou, je moet nog een keer terugkijken hoe Wouke van Scharkburg reageerde. Ja. En wat is de invloed van de peiling zelf eigenlijk op het stemgedrag? Want dat hoor ik ook veel mensen zeggen. Van, ja, als je die peilingen ziet, dan krijgen mensen zelf... die raken dan een beetje in die sfeer van... oh, dat wordt de winnaar, dat ga ik ook op PVV zien. Nee, maar het, wat maar, kijk, die mensen... peiling kwam uit het niets, toch? Of niet? Maar wat er gebeurt... Bij iedere verkiezing stemmen mensen strategisch. Maar wat is een strategische stem? Als er een premier is, dan stem je strategisch voor die premier of tegen die premier. En wat er gebeurd is, behalve in 2010... de zittende premier wint altijd de verkiezingen in Nederland. Ja. Alleen Balkenende 1 keer niet. Maar als hij er niet is, zoals in 2002, is het open. En dit keer was het ook open. Ook al was het te voorzien dat het historisch zou worden... Alleen, er was geen duidelijke insteek. Van als je nou strategisch stemde, waar stemde je nou eigenlijk op? En ineens, door de situatie waarop Wilders de grootste kan worden... en dus Partij van de Arbeid, GroenLinks, zaten te roepen... stem ons op ons, kreeg je de situatie... dat er ineens wel strategisch gestemd kon worden. En toen heb ik een onderzoek gedaan en heb ik gevraagd... bent u van plan, de mensen die links stemden... om strategisch naar de PvdA GroenLinks te gaan. En rechts bent u van plan Wilders te gaan. En toen zei ongeveer 1/4. Ja hoor, dat overweeg ik. Alleen 1/4 bij links zijn veel minder mensen dan 1/4 bij rechts. Ja. Ja, dat is wat er gebeurt. Dus die peiling heeft zeker een duidelijke invloed gehad. Alleen de grote discussie, maar dat heb ik al sinds 1977 bij de verkiezingen. Ja. Wat wil je liever? Dat je op basis van de verwachte uitslag je keuze maakt? Of dat je op woensdagavond om 9 uur zegt... als ik dat geweten had, had ik anders gestemd? Ja. Laten we even kijken naar de definitieve uitslag. Ja? Dat het van invloed is, dat weten we zeker. Misschien kun je ons even meenemen in het overzicht? Ja, nou, dat definitieve uitslag... De laatste 0,2% moet nog binnenkomen. Amsterdam wordt nog geteld, het laatste gedeelte. Dus 85% is geteld en de briefstemmers. Maar dit is vrijwel zeker, er kan nog een restzeteltje heen en weer schudden. En het interessante is eigenlijk nog meer hoeveel gewonnen en verloren is. Want
De PVV heeft 20 zetels gewonnen. GroenLinks, PvdA, heeft 8 zetels gewonnen. De VVD heeft 10 zetels verloren. Nou, NSC, 20 zetels gewonnen. En dan komt het. De regeringspartij, VVD, net al 10 zetels verloren. D66 heeft 15 zetels verloren. CDA heeft 10 zetels verloren. En ChristenUnie heeft 3 zetels verloren. Bij elkaar zijn ze letterlijk gehalveerd. Ja. Dus dat was het belangrijkste. De zittende macht werd volledig afgerekend. Ja, een aardverschuiving. Hoe heb jij deze uitslagen beleefd? Ja, een beetje dubbel, want ik was vlak daarvoor eruit gestapt. Dus mijn timing is niet helemaal goed geweest. Maar ja, het is wel een enorm feest geweest natuurlijk. Weet je, Maurice legt nou heel veel uit, maar er zijn zoveel factoren die meegespeeld hebben om die weldenkende, grootstedelijke mensen op hun nummer te zetten. Alles kwam eigenlijk samen. Van buiten kwamen er ook nog een aantal factoren. Zoals die demonstraties die pro-Palestina-demonstraties. Al die klimaatkinderen die zich elke week vastlijmen op die A12 en zo. En tot overmaat van ramp kwam Kick-out Zwarte Piet ook nog eens. Die werden ook weer eens actief. Op die regenachtige dag dat ze met die HTM-bussen werden aangevoerd en stuiten op pro-Zwarte Piet demonstranten. Er moesten ME, de politie, weer aan te pas komen. Die begonnen weer te mappen op die pro-Zwarte Pieten demonstranten en zo. Ja, die Nederlander die zit thuis. En vooral die wat rechtsere Nederlander. En die heeft natuurlijk wekenlang zijn nieren op zitten vreten over dit soort dingen. En ja, dat speelt natuurlijk ook een rol. Al jaren. Al jaren. Ja. En die dacht van, ja, ik ga gewoon PVV stemmen. Ja. En nou ja, dan krijg je met het verhaal wat Maurice vertelt, ja, dan krijg je deze uitslag. En dat is wel heel bijzonder. Ja, ik heb het wel eens heel feestelijk ervaren. Maar ook in een blog heb je geschreven dat sommige media deze PVV-trend zwaar hebben onderschat. Ja, het meest interessante vond ik, terwijl ik mijn peiling al had en zag hoe groot de verandering waren, had de Volkskrant zaterdagochtend de 3 kopstukken en de 3 foto's. 4 dagen later wordt Wilders by far de grootste en die staat niet op die foto. Nee, geweldig. Dus een betere illustratie van van de blinde vlek. Dat kan je bijna niet zien. Hoe verklaar je dat? Blijkbaar sommige media niet inschatten of niet willen accepteren dat er veel mensen Omdat de media al heel lang natuurlijk heel sturend schrijft en verslag doet en duidt en opinie maakt. In mainstream media, Volkskrant, NRC, alle kranten. Ze hebben allemaal ook ideologische kleur. Maar ze sturen ook. Dat is een beetje hoe ze voelen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En ze kiezen dan een paar. Ze denken, heel lang is ook gedacht natuurlijk, hè, dat Pieter Omtzigt de grote gamechanger zou worden. Dus dan snap ik deze keuze wel weer. Maar ze lopen gewoon elke keer een paar dagen of weken achter. Ja, op dit moment was Pieter Omtzigt eigenlijk al wel verder gezakt. Je merkte het eigenlijk aan alles. Mensen die van de rechts kwamen naar hem, die vonden hem ook maar te aarzelend en te onduidelijk en toch misschien te veel van het kartel, zoals het dan heet. Ja, dus dat. Dus ik zou zeggen, ja, ze zitten niet genoeg in die onderstromen van wat er gebeurt. Ze kijken te weinig naar dit programma, zou ik zeggen. Dat lijkt me ook een factor. Ja, ook. Zouden ze ook maar wat ze zitten in een eigen bubbel. Het is een eigen bubbel. En het is ook een deel wishful thinking. Je wil niet dat het gebeurt. Dus dan denk je het niet dat het niet gebeurt. En omdat je ook niet in de omgeving komt van mensen die omslag maken, dan realiseer je ook niet dat het gebeurt. Ja. En daarna ben je ook heel erg in ontkenning. Wat het bewijs daarvan is. Ja. Dus als je het niet ziet, dan ben je dus ook daarna in je emotie gevangen, hè, letterlijk. Omdat je het niet hebt zien aankomen. Hè. Dus je kunt teleurgesteld zijn, maar echt angstig. Dat is natuurlijk een hele andere emotie. Ja. En het interessante is bijvoorbeeld, ik neem de Partij van de Arbeid GroenLinks. Er was vanmorgen een heel interessant interview met René Couperus. Een van de twee die de Atlas van de Afgehaakte schreef. Vroeger, Josse de Voogd. Ja. Met Josse. Josse de Voogd. Een van de. Vroeger was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de Partij van de Arbeid. En die zei: het is toch onthutsend om waar te nemen dat PvdA GroenLinks gewonnen heeft in Bloemendaal en verloren heeft in Oude Pekela. Geweldige quote, vond ik. En dat is precies wat er aan de hand is. Ja. En dat komt mede omdat de Partij van de Arbeid al lang een soort rare afslag heeft genomen. Die heeft zijn kiezer in de steek gelaten eigenlijk tussen 2012 en 2017. Daarom hielden ze weinig over. En voortdurend slagen ze er niet in
omdat ze, laat ik zeggen, hun idealen rondom groen, rondom migratie enzovoorts, die zitten eigenlijk in de weg, de oplossing voor de problemen van hun, laat ik zeggen, hun echte potentiële aanhang. Dat is trouwens, SP heeft er ook ontzettend last van. Ja. En wat je dan merkt is dat dus die kiezers, ja, die zijn als een soort zwerm aan het vliegen waar ze naartoe kunnen gaan. Die hebben dus Forum in 2019, BBB massaal bij de Provinciale Staten. Als er nu een premier de inzet was van de verkiezingen, Rutte had meegedaan of iemand anders, dan was dat de strategische stem geworden. Ja. En nu wat er gebeurde, en dat gebeurde letterlijk eigenlijk bij het SBS-debat, omdat een groot deel van de kijkers, waar ik rechtse kijkers, die nog moesten landen, toen de zwerm ging landen bij de PVV. Ja. Dat is wat er eigenlijk gebeurd is. Ja. Dan naar vandaag. De Tweede Kamer die kwam vandaag bijeen om de uitslag te bespreken. En VVD-leider Dilan Yeşilgöz die gaf alvast aan wat eventueel haar rol zou zijn in een toekomstig kabinet. Goedemorgen. Meneer Wilders, welkom. Voorzitter. Fijn dat u er bent. Neem plaats. Goedemorgen. Mevrouw de voorzitter, ja. Fijn om hier te zijn. Welkom, ja. Dankjewel. Mooie volgorde. Dus, goedemorgen. Hi. Fijn om je te zien. Ja. Hoe is het met de goede gezondheid? Ja, de kaart. Het oog begint wat blauwig te worden, dus het zakt naar beneden. Ja, hoi, leuk om te zien. Ja, het ziet er mooi uit. Dankjewel. Ja, een bijzondere dag. Ja, een hele bijzondere dag. Kerst. Ja. Welkom, ja, kerst. Okay. Goedemorgen. Ja, het is bijna kerst. Ja, jij ook. Voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. Wij gaan wel een rechtskabinet, een centrumrechtskabinet, mogelijk maken. Dus we zullen het wel steunen, we zullen het niet blokkeren. En dat betekent dat wij constructieve voorstellen die dit land beter maken, ook zullen steunen. Dat is dus een vorm van gedogen. Erg teleurstellend. Het is ook volgens mij niet wat de VVD-kiezer wil. Die wil in grote meerderheid een centrumrechtse kabinet. Ja, Maries, wat vind je van de keuze van Yeşilgöz? Nou ja, het lijkt een beetje op wat er in 2002 is gebeurd. Toen kwam LPF, was de tweede partij. CDA was de grootste. En toen werd er een kabinet gevormd waar de LPF ook in zat. Alleen binnen no time viel dat kabinet echt in 3 maanden. En 3 maanden later waren verkiezingen. En toen was de LPF vrijwel weg. En wat je hier ziet is dat ik denk dat hun taxatie is, ik denk dat dit kabinet, welk kabinet het ook wordt, niet lang zit. En dat we daarna dan kunnen profiteren van onze positie. En als je politiek strategisch alleen met elkaar zit te denken, dan zou je kunnen denken, nou, misschien is dat ook wel een slimme aanpak. Maar we waren volgens mij bezig met het belang van het land. En zij zegt dat ieder moment, we hebben niet naar de kiezer goed geluisterd. En haar meerderheid van de kiezers zegt, ga met de PVV regeren. 84%. Dus, ja, dus wat ze aan het doen is een politiek spelletje. Wat als je alleen van politiek houdt en verder niet naar het landsbelang kijkt, zegt, nou, misschien wel interessant schaken. Maar dat is een beetje de erfenis van Rutte natuurlijk. Ja, maar nadoet hier. Of misschien is het al. Nee, het is door hem ingefluisterd. Nee, ik vind dat het een schandelijke opstelling is als je vanuit het belang van het land zit te kijken. En dat. Maar goed, we weten nog niet hoe verder die campagne verloopt. Maar ik denk dat de VVD gewoon taxeert. Of er komt niet eens een kabinet, of er komt een kabinet wat gauw valt. Hebben wij onze handen schoongehouden. En dan voeren we nog eens een campagne en dan wel goed. En dan worden wij één en dan krijgen we toch gedaan wat we wilden. En ondertussen heeft het land 9 maanden weer op slot gezeten. Ja. Ja, en zijn mensen nog weer bozer en groeit dat ongenoegen nog weer harder door. Ja, maar en dat kan ook wel dan weer op een andere partij komen. Hè? Dat hoeft ook niet automatisch. Nee, dat is waar. De PVV vervolgens nog groter maken. Want dat hangt een beetje van wat er dan in de tussentijd gebeurt. Mm. En wat ik denk wat de VVD dan in die tussentijd gaat doen, is toch een beetje het Wilders moeilijk maken om Wilders toch niet te laten glanzen. Want dat is niet hun belang. Als het kabinet valt, om welke reden ook, als er überhaupt een kabinet komt, moet het een kabinet vallen wat een beetje de glans van Wilders eraf is.
En dan denk ik dat een taxatie is. Dan kunnen we toeslaan. En CDA heeft een goede lijsttrekker. Dan kan het, is nu afgerekend met CDA. En de kiezer kan nu weer naar die CDA gaan. En dan krijgen we toch weer een regering, ja, weet ik veel, VVD. Wat bedoel je met als er sowieso een kabinet komt? Nou, ik weet niet zeker of ze uiteindelijk erin slagen om een kabinet te vormen wat kan starten. Ja. Want dat kan met 6 partijen in principe. Hè? Nou, het kan ook met een minderheid, maar dan moet de Kamer het ermee eens zijn. Ja. Dus ik denk dat dat nog wel een tijd zal duren. Terwijl eigenlijk, maar dat heb ik ook al vaak gezegd, als er nou één moment is waarop we die polarisatie kunnen doorbreken, is juist nu. Ja. Want als ik naar Wilders kijk, hij heeft ook afschuwelijke dingen gezegd, laten we wel wezen. En waar het een beetje op lijkt, dat zie je met kinderen ook. Meestal mijn tweede kind, die probeert aandacht te krijgen, negatieve aandacht. Mm-hmm. Je hebt de eerste, die krijgt veel aandacht. De tweede moet zijn aandacht. Dus als je niet serieus wordt genomen, dan kom je met dingen om negatieve aandacht te creëren. Mm-hmm. Nou, en daar heeft hij echt ook dingen gezegd waarvan je zegt, hoe kan je dat zeggen? Vervolgens heb je nou een situatie waarin hij steun heeft van bijna 2,5 miljoen mensen. En hij, en dat is duidelijk, dat is in zijn beleid uitspraak al geweest, dat hij veel gematigder, ik bedoel, hij gaat niet meteen zijn programma uitvoeren en hij vindt er ook geen meerderheden voor. Nou, dit is het moment waarop eigenlijk alle partijen tot en met links kunnen zeggen, nu is het moment om met elkaar te verbinden. En mijn voorstel zou zijn, ga nou een regering vormen waar alle grote partijen met meer dan 5 zetels in zitten. Waar geen dichtgetimmerd regeerakkoord is, maar de afspraak is, meerderheden in de Kamer bepalen ons beleid. Maar het kabinet valt niet als een van de partners er tegen is. Wat je dan krijgt, is niet de noodzaak van de partijen om diametraal tegenover elkaar te staan op ieder onderwerp. Want je kan elkaar vinden op bijvoorbeeld zorg. Migratie vind je elkaar niet, maar dan is het ook duidelijk dat je elkaar niet vindt. En dan draagt bijvoorbeeld PvdA GroenLinks ook daar niet de verantwoordelijkheid voor. Maar de kans is dan groter dat er ook deeltjes gemaakt kunnen worden waarbij de minister van Zorg, bijvoorbeeld van de PVV, de steun krijgt van PvdA GroenLinks in ruil voor de steun van de PVV voor een onderwerp wat PvdA GroenLinks wil. Ja. En dat is nog de enige manier om het land nog te verbinden. Want we zitten echt in een sleutelmoment van de geschiedenis. Want als dit niet goed gaat, dan de mensen die dit gestemd hebben worden nog wrokkiger. De polarisatie zal nog verder toenemen. En de grote problemen die het land heeft worden niet echt opgelost. Want die wrok die was er al. En die polarisatie was er ook al in 2002. Jij legde net zelf ook al de verkiezingsuitslag in verband met de verkiezingsuitslag in 2002. Na de moord van Pim Fortuyn. Onze redactie die sprak ook met zijn opvolger, oud-fractievoorzitter van LPF, Matt Herben. En wij vroegen hem om een reactie op de huidige verkiezingsuitslag. Ja, de uitslag van deze keer lijkt heel veel op de uitslag van 2002. Toen wij met de lijst Pim Fortuyn de verkiezingen wonnen. In alle opzichten. In alle opzichten bedoel ik met name mee dat het probleem bij de VVD die grote moeite had om de winst van de LPF te erkennen. En nu zie je ook weer de grote problemen die de VVD heeft om met Wilders in zee te gaan. Ik denk dat ze nu een ernstige fout maken. Ja, wat je nu kunt voorspellen is, als de VVD in een minderheidskabinet dat wil gedogen, dat de VVD uiteindelijk degene wordt die dat minderheidskabinet ten val gaat brengen, samen met steun van de Partij van de Arbeid. Nou, dan weet je dat het einde is van die partij. En ook als Omtzigt in over links zou gaan met Timmermans en de VVD, is ook voor zijn partij dat het einde. Er is namelijk, en dat is de constante sinds 2002, bijna altijd ongeveer een 2/3 deel van de bevolking, ruim 60%, dat centrumrechts stemt. En als dat niet gehoord wordt, dat deel van de bevolking, zal vroeg of laat, en Maurice de Hond noemde dat vroeger, en daar had hij helemaal gelijk in, een veenbrand die doorgaat, dan zal dat een uitslaande brand worden. En het is buitengewoon onverstandig om dit signaal van de kiezer nu te negeren. Maar wat je nu gaat zien, is als ze in de oppositie belanden,
En dan dit kabinet van Wilders ten val gaan brengen. Want dat is uiteindelijk het streven. Dat was in 2002 precies zo het streven van de VVD. We laten het lekker op hun bek gaan. En dan komen wij weer terug. Maar dat zal ze nooit vergeven worden. Ja, Matt Herwin die deelt uitgebreid zijn verwachtingen. Kun je hierin vinden, Maurice? Ja, maar het komt overeen wat ik ook net heb gezegd. Dat... Nogmaals, ze zijn bezig met politieke spelletjes. En dit was het moment, ik heb ze bijna allemaal horen zeggen... we moeten over onze schaduw heen springen. Nou, dit hier is echt niet over de schaduw heen gesprongen. En dat is gewoon zonde, omdat het eigenlijk het unieke moment was... om over de schaduw heen te springen. En dan zou ook de mogelijkheid zijn... waar Wilders explicieter ook over zijn eigen schaduw heen springt. En ook best kan zeggen dat er een aantal dingen zijn gezegd... waarvan hij achteraf denkt dat hij het eigenlijk niet zo had moeten zeggen... Want bedoel, daar vind ik hem af en toe ook dat hij best wel eens kan zeggen... ja, die bewoording was te hard of dat bij nader inzien... had ik dat niet op die manier moeten doen. Ja. En als meerdere dat gaan doen... dan heb je de enige kans nog om een vorm van verbinding tot elkaar te brengen. En als je dat niet doet, dan neemt die polarisatie in de samenleving verder toe... en dan krijgen we niks meer voor elkaar. Dus dit is het moment om dat te doen, zeg je? Ja, en echt, ik denk dat het een sleutelmoment is in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Het waren historische verkiezingen. Het worden nu historische regeringsvorming. En ik hoop een beetje, omdat Omtzigt zelf zegt... ik ga een andere cultuur in, ook in Den Haag... dan zou die andere cultuur ook moeten zijn... ik ga op een andere manier helpen om de regering te vormen... En dan moet hij ook over, want dat vind ik ook heel onverstandig van hem... hij heeft voortdurend gezegd, ja, kijk, de PVV... dat zijn antirechtsstatelijke elementen, daar zie ik me niet mee regeren. Hij had ook kunnen zeggen, er staan een aantal antirechtsstatelijke dingen in... en als hij wil regeren met mij, moet hij er vooraf afstand van nemen. Dan had hij het opengelaten aan de keus van Wilders om er wat mee te doen. Nu bracht hij het naar zichzelf toe en heeft hij een deel van zijn kiezers gezegd... je moet maar Wilders stemmen. Terwijl je bijna zeker weet dat hij in de komende weken... toch met Wilders moet gaan praten. En waarschijnlijk dat ook dit een soort uitkomst zal zijn. Want als dat de uitkomst niet wordt, weet ik niet welke regering er kan komen. Ja, goed, je zegt al dat jij dit ziet van Jezielkus als een schaakspel. Hè. Dit is de openingsset. Maar op weg naar wat? Nou, in hun visie denk ik op weg naar een regering... waar Wilders zwaar bij betrokken is. En dan binnen drie, vier maanden komt dat regering ten val... om op een of andere manier, dan is de positie van Wilders aanmerkelijk verzwakt. Dan komen de nieuwe verkiezingen. En dan is de redder in de nood, denken zij, zijn wij. Want wij zijn een stabiele factor. Ik denk dat dat... Dan ga je ervan uit dat in deze formatie in ieder geval... de VVD aan de zijkant blijft staan en hooguit gedoogd op een aantal punten. Ja, maar ik kan me haast niet voorstellen dat de VVD dat doet... Ik denk dat er een fase komt waarin de VVD zegt... van ja, we gaan toch maar meeregeren en ministers leveren. Dat zou best ook kunnen. Maar het zou ook best kunnen dat ze die gedogen... Ik bedoel, het hangt er ook een beetje aan hoe die onderhandelingen verlopen. En ook de positie van de NSC, en BBB daarbij. Ze hebben eigenlijk hun handen vrijgehouden. Dus het kan ook een soort tactisch spel zijn waar je later er toch weer in komt. Ja. Maar het heeft veel weg van... de voorbereiding van de strategie, hoe eerder dat nieuwe kabinet valt... Hoe beter. En hoe eerder dat niet onze schuld is... Ja. Hoe sterker wij bij de volgende verkiezingen er weer uitkomen. Ja. Nou, het zal in de komende weken allemaal wel duidelijk worden. Ja, het is hele oude politiek. Hele oude politiek dit, ja. Hele oude bestuurscultuur. Ja, en het althans, in die oude bestuurscultuur had je nog mensen als Bolkestein... en dat waren echte schakers, dat waren... echte intellectuelen die daar goed over nadachten. Maar ik heb het idee dat die hele generatie die nu aan het bewind is... wel van alles zegt, maar eigenlijk nauwelijks doorziet... wat voor schade ze aanrichten en waar ze mee bezig zijn. Wat er wel kan zijn, en dat was eigenlijk ook bij PvdA GroenLinks... volgens mij moeten ze allemaal nog door een soort rouwmoment. Ja, dit is een beetje te vroeg. De eerste week moet je in die rouw eigenlijk niks doen. En dan moet je alles maar laten lopen. En daarna moet je proberen na te denken. Ja, dan moeten we naar de acceptatiefase. Ja, dat is 7 stappen, toch? Ja, of zoiets. Ja. Maar ze zitten nu nog in de rouw. En allemaal even naar de traumapsycholoog. Ja, ik denk het echt. Ja, ja, ja.